Ja, ik was heel verkwaad. Want ik had een steel in mijn hoofd met een paar cowboy boots. Daar is Lido mee vandoor gegaan met haar team. We zijn hier bij landgoed Ullerberg, midden in de bossen. Iedereen is hier tegelijk en we slapen ook met elkaar, tenminste bij elkaar. Dus we zitten de hele tijd op elkaars lip. En wij hopen dat daar dus iets heel moois uitkomt. We hebben drie verschillende modeteams samengesteld voor de productie van de modeseries voor het septembernummer van Elle. Nu zijn we allemaal tegelijk aan het schieten. We hebben Thomas Vermeer met Nicky Onderwater, Lisa Anstuifson met Pablo Delfos en we hebben Dido samen met Jeroen Mantel. Mijn verwachting is dat nu in het begin is het misschien nog een beetje zo ieder voor zich. Maar aan het einde van de dag denk ik dat ze gewoon met z'n allen naast elkaar gewoon staan te schieten. Door mijn werk best wel vaak alleen, eenzaam. Nee, dat valt wel mee. Maar het is wel te gek om met een groter team aan één modebeeld te werken. Wat ik wel moeilijk vond was het moment dat we een groep zagen en dachten dit is een goed moment om te fotograferen. Was het zoeken naar wachten we dan of moeten we mee gaan doen? Toen ik de stylisten vroeg ook dit mee te doen, alle creatieven moeten hun ego thuis laten. Ja, ik was heel verkwaad, want ik had een steel in mijn hoofd met een paar cowboy boots. Daar is Lido mee vandoor gegaan met haar team. Maar dat is dus inderdaad zo'n moment waarop ik dacht, ja, godver, dat wil ik doen. Toen Lisa er bijvoorbeeld bij kwam dat zij in die groep heel erg probeerde vast te houden aan het karakter van haar model. Terwijl Thomas en ik dat eigenlijk al wat meer los hadden gelaten. En uiteindelijk denk ik, oh nee, maakt het me niet uit, want we werken aan één serie. Toen we hier net aankwamen, zijn alle teams rondjes gaan rijden hier zo om locatie te scouten. En dan heb je natuurlijk al wel wat looks in je hoofd, maar er is hier zoveel te zien. Ik hoop dat je in het blad terugziet dat we allemaal vanuit deze plek hebben gewerkt. Allemaal met onze voeten op deze aarde. Ik heb heel veel geïmproviseerd. Eigenlijk heb ik bijna alles geïmproviseerd. En de looks waarvan ik echt dacht dat het echt soort van mijn key looks waren, hebben we nu nog steeds niet gefotografeerd. Ik geloof wel dat ik hier ter plekke looks heb gecreëerd. Het is vooral ontstaan vanuit het moment dat we dachten, dit is een gave plek. Of laten we twee meisjes samen fotograferen. Ik denk dat ik toen naar beneden ben gerend, stuks uit de rek heb getrokken om een beeld te creëren. Die foto met die vlaggen, dat de modellen met de vlaggen staan. Daar had ik eigenlijk de looks van en Thomas de props. Ja, we hebben wel echt één geheel proberen te creëren met de vier modellen om ze allemaal eigenlijk in dezelfde kleuren te stijlen. Iedereen begon eerst heel erg apart met zijn eigen teams. En hoe dan eigenlijk die samensmelting plaatsvond, hoe alles bij elkaar kwam, hoe er toch kruisverbanden kwamen. En dat was natuurlijk ons doel. Het septembernummer wordt een bombastisch modenummer. Heel erg over inderdaad buiten zijn, samen zijn, weinig regels. Maar nog steeds inderdaad wel gefocust en vanuit identiteit denken. Met onze voeten. Nee, dat gaat net niet 100 keer.